Microfoon aan, hè, dat scheelt. Goedenavond, kijkers. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Drink Thee met René. Of koffie of iets anders. Wat was het lekker weer vandaag? Eindelijk weer eens een zonnetje, daar waren we aan toe. Hè? Ik in ieder geval wel. Ik ben vanochtend heerlijk bezig hardlopen. Ik kan mijn eigen tijd indelen, dat is zo'n genot, werkelijk waar. Dus ik had even een stormpauze gehad voor wat betreft het hardlopen. En vandaag was het gewoon weer tijd om lekker naar buiten te gaan. Het was nog wel wat fris hoor. Bij ons was het 8 graden, maar het voelde aan als 4. Er stond een stevig windje, maar met de zon erbij toch heerlijk om even naar buiten te gaan. Het onderwerp voor vandaag, daar komt die. Manieren om een succesvol, gelukkig en overvloedig leven te organiseren. De vraag daarbij, wil je een succesvol, gelukkig en overvloedig leven? Ja, wie wil dat eigenlijk niet? Je weet al hoe belangrijk het is om positieve krachten in je leven te hebben. En hoe schadelijk het is om negatieve energie te hebben die je in tegenovergestelde richting trekt. Nou, een manier om ervoor te zorgen dat het pad naar alles wat je wilt in je leven duidelijk is, dat is door je te organiseren. Organiseren en de wet van aantrekking, die gaan eigenlijk hand in hand. Wanneer je jezelf kunt bevrijden van de stress en obstakels die worden veroorzaakt door desorganisatie, dan heb je een duidelijk pad geplaveid naar alles wat je wilt in het leven. Welkom bij deze aflevering van Drink Thee met René. Even kijken hoor. Nou, hij geeft aan dat ik live ben op LinkedIn. Laten we eventjes Facebook ook checken. Vertrouwen is goed, controle is beter, zeggen we dan altijd. Hè? Kom, kom. Kijken of hij er wel zin in heeft. Ja. Helemaal goed. Drink Thee met René. Voor degenen die dat nog niet weten, dat is de naam van mijn live rubriek, waarin ik één keer per week op social media onderwerpen toelicht op het gebied van gezondheid, preventie, geluk en positiviteit. Elke woensdag om 8:30 ben ik te zien via mijn tijdlijn op Facebook en LinkedIn. Even geluid van mijn telefoon uitzetten, want ik hoor mezelf nog een keer kletsen. Dat is best wel lastig. Voordat ik verder ga, eerst even iets over mezelf verder vertellen. Ik ben dus René van der Schraaf en ik help mensen om een positief en gezond leven te leiden, waardoor ze gelukkiger worden. Nou, wil je meer weten over mij en met name wat mijn missie is, ga dan naar mijn website www.renévandeschraaf.com. En daar zie je een tapje missie, mijn missie, en daar kun je zien wat mijn missie is. Iets uitgebreider dan wat ik nu heb verteld. Na de middelbare school heb ik 29 jaar bij Defensie gewerkt, totdat ik in 2006 met mijn business begon. Waarom wilde ik iets anders doen? Nou, ik was in mijn baan al jaren niet meer happy. Ik zocht iets wat ik voor mezelf kon opbouwen. Ik wilde ook meer verdienen. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik wilde vooral andere mensen helpen. Nou, nadat ik mijn cv op internet had geplaatst, kreeg ik een uitnodiging. Meerdere uitnodigingen, maar ik kreeg onder andere een uitnodiging om naar een mooie business te kijken op het gebied van preventieve gezondheid. En dat sprak me wel aan. Ik heb die mogelijkheid goed bekeken en ik ben er snel mee aan de slag gegaan. Ik ben ermee begonnen naast mijn baan. Ondertussen was ik weggegaan bij Defensie en gaan lesgeven, zoals je ziet, bij het Alberta College in Rotterdam, een mbo-opleiding. En ik kon dat makkelijk doen naast mijn baan, mijn eigen business starten, want ik kreeg hulp van ervaren collega's. En na 3 jaar heb ik de baan bij het Alberta College ook vaarwel gezegd en ben ik fulltime met mijn eigen business verder gegaan, tot op de dag van vandaag. Het is werkelijk heel waardevol om andere mensen te helpen gelukkiger te worden. Het is prachtig om dat mee te maken, om dat te zien. En het is ook enorm positief en het geeft heel veel rust voor mij persoonlijk om zelf te kunnen bepalen wanneer ik werk, waar ik werk en met wie ik werk. Ik zei het daarnet al even in mijn inleiding. Vanochtend koos ik ervoor om te gaan hardlopen. Het was lekker weer.
Ik denk, nou, dan gaan we vandaag maar weer eens even hardlopen na die stormdagen van de afgelopen week. En dat zijn allemaal zaken, die kan ik zelf bepalen. Ik deel mijn eigen tijd in. Ik ben aan niemand verantwoording schuldig. En ja, dat is gewoon een genot. En dat is echt een heerlijke bijkomstigheid van die business waar ik mee aan de slag ben gegaan. Heel veel mensen staan er namelijk vaak niet bij stil. Maar de meeste van ons, die worden geleefd. In loondienst is er een werkgever die bepaalt wat er moet gebeuren en wanneer. En ondernemers, die zitten ook vaak vast aan strakke regels of openingstijden. Ze hebben personeel, andere hoge kosten. Dat zorgt allemaal voor druk, voor stress in heel veel gevallen. Ja, dat soort zaken, dat heb ik niet, dat heb ik achter me gelaten. En dat is werkelijk waar een enorme vrijheid. Het positieve effect heeft ertoe geleid dat ik me ook steeds meer ben gericht op positiviteit. Kijk, positiviteit had ik ook bij Defensie al nodig. Maar dat heeft zich verder vertaald in deze business. Positief denken en positief zijn, dat helpt je namelijk om meer positieve dingen naar je toe te trekken. Zo blijkt uit de praktijk. En het is ook beter voor je gezondheid. En dat is gewoon de wet van aantrekking, oftewel de law of attraction. Ik vind dat helemaal geweldig om daarnaar te kijken. Als je online meekijkt, zou ik het leuk vinden als je even reageert met een duimpje of een hallo in de opmerkingen. En dan kan ik daar ook op reageren. Ik zal hem even op de chat zetten trouwens, dat is ook wel handig. Kan ik daarin meekijken. Goed, organiseren om een succesvol, gelukkig en overvloedig leven te krijgen. Ik bespreek zometeen 7 manieren om je te organiseren, om dat voor elkaar te krijgen. En de eerste methode is verwijder de keien. Keien, ja. Als je omringd bent door rommel, dan is het alsof je omringd bent door keien. Grote obstakels die je weg naar succes blokkeren. Denk aan een rommelige ruimte waar heel veel papier en andere spullen liggen. Je hebt een bureauruimte, maar die ligt helemaal vol met allemaal troep, met allemaal rommel. Het is niet georganiseerd. Nou. Dat zit in de weg. Creativiteit en positieve energie, die stromen niet goed in dat soort omgevingen. En waarom? Omdat je je uiteindelijk concentreert op die rommelige puinhoop voor je, in plaats van je te concentreren op de taak die voor je ligt. Als je constant 5 of meer minuten besteedt aan het zoeken naar items op je bureau, ja, garandeer ik je dat je frustratie zal toenemen. En waardoor het nog moeilijker wordt om je te concentreren of het project voor je af te ronden. Het omgekeerde is natuurlijk dan ook waar. Als je bureau opgeruimd is, is je energie nu gericht op wat je moet doen. En is je geest vrij om heldere, positieve en creatieve ideeën te ontwikkelen. En een opgeruimd bureau wil niet zeggen dat alles aan de kant is. Hè? Maar het moet zodanig zijn dat jij weet wat waar ligt. Dat is ook opgeruimd, hè? Bij Defensie heb ik een administrateur gehad. Als ik daar binnenkwam, dan denk ik van, man, hoe kan je hier werken? Overal stapels papieren. Maar die man die was altijd hartstikke goed bezig. Want dan kwam hij langs je bureau en zei, René, kom eens binnen. Dan trok hij onder een van die stapels een papier uit. Dat bleek dan een declaratie te zijn. Nou, die hoefde je niet eens meer te checken. Dat deden we af en toe wel. Maar dat was een declaratie waar je dan recht op had van gemaakte kosten. Handtekening eronder en het kon ingediend worden. Nou, die man die wist dus perfect hoe zijn kantoor, zijn bureauruimte in elkaar stak en wat waar lag. En die kon op die manier kon die gigantisch goed werken. Het tweede punt is: geef alles wat je hebt een adres. Nou, dat ik een slok heb genomen. Wanneer je probeert om prachtige dingen in je leven te bereiken, is het onmogelijk om dat te doen als je je tijd besteedt aan het zoeken in een berg van bestandsmappen, een rommelig bureau, een volle tot overvolle e-mail inbox, of omdat je op zoek bent naar iets anders dat je nodig hebt, of dat nu een vel papier is, iemands telefoonnummer, een e-mail met essentiële informatie of je agenda. Net zoals we een adres hebben waar we wonen, moeten we de dingen die je bezit ook een eigen adres geven. Waar ik het net al over had, die administrateur, die had dat eigenlijk gedaan. Allerlei stapeltjes en gedoe. Maar de man wist exact wat waar lag.
en dat is natuurlijk belangrijk, dus papieren die in hun eigen georganiseerde bestandsmappen staan en jouw telefoon die op een oplaadstation is aangesloten, die kunnen binnen enkele seconden gemakkelijk worden gevonden en gepakt. Geen positieve energie geïnvesteerd in het zoeken, dus die energie die heb je over. Positieve energie, heel belangrijk. Vind jouw piekenergietijd. De interne klok van iedereen is uniek. Sommigen van ons zijn zeer energiek in de ochtend en anderen kunnen pas later op de dag op gang komen. Sommigen van ons hebben een boost nodig om op gang te komen en de innerlijke energie en positiviteit om dat los te laten. En soms is die boost is koffie. Er zijn mensen die 's ochtends koffie en dan hebben ze die boost. Dat had ik in het verleden toen ik bij Defensie werkte. Dan begon ik 's ochtends ook met koffie. Ja, ik dronk een beetje de hele dag door, dronk ik dan koffie. En dat is nu helemaal over. Ik zit nu tegenwoordig dan aan de groene thee. Maar goed, voor sommigen is dat dus de koffie. Andere keren is die boost, voor andere mensen is dat oefeningen doen. Ook goed. Hè? Voor anderen van ons is dat een motiverende quote, of een energiek lied, of een gesprek met een positieve persoon in ons leven. Of zijn er tegenwoordig dus weer nogal in om onder een koude douche te gaan staan. Ook goed. Of koud afdouchen. Helemaal goed. Wat voor jou werkt. Hè? Wanneer je werkt aan iets belangrijks in jouw leven. Dan zijn de beste manieren om jouw taken voor dat doel af te vinken. Pak die taken aan in de tijd dat jij je op je best voelt. Of dat nu 's ochtends vroeg of 's avonds laat is. Dat maakt niet uit. Het moet voor jou de beste tijd zijn. Gebruik of breng de door jou gekozen motivatiebooster in de praktijk. Voordat je aan jouw taak begint. Dus het sporten, kopje koffie, motiverend liedje luisteren enzovoort. Voordat je met die taak begint. En zo kom je dus in de juiste gemoedstoestand om je doel te bereiken. Sommige dingen die ik zeg, die zijn misschien al wel duidelijk. Maar het is altijd goed om zaken nog eens even dan te herhalen. Werk niet op een willekeurige mengelmoes manier. Houd een schema voor je dag bij. Overladen, chaotische, hier en daar en overal schema's die nodigen uit tot gemiste deadlines, gemiste kansen, kilometerslange takenlijsten die alleen maar langer worden en zorgen voor meer afstand tussen wat je hebt en wat je wilt in het leven. Dus zorg ervoor dat jouw planning sterk gericht is op de dingen in je leven die je als hoge prioriteit beschouwt. Die taken, projecten, gedachten en ideeën moeten omvatten die je naar een positiever, verbeterd leven leiden. Bereid je voor op prestatie. Lang niet iedereen is daarop voorbereid. Voordat je gaat bellen, of voordat je een brief schrijft, een beetje achterhaald, maar goed, een voice-bericht inspreekt of een collega ontmoet, moet je ononderbroken tijd investeren in het plannen van wat je hoopt te bereiken via dat persoonlijk contact. Ik moest even wat bij mijn LinkedIn checken, maar dat zit weer goed. Dus wanneer je het gewenste eindresultaat visualiseert, voor je ziet in je gedachten, en je persoonlijke contact plant op basis van het beeld, hoe groter de kans dat dat contact zich manifesteert in een positieve uitkomst. Dus als je iemand gaat bellen, bedenk dan eerst even, wat wil ik nou eigenlijk bereiken? Wat is nou de einduitslag die ik wil bereiken? Of als je iemand benadert op wat voor manier dan ook. Of met iemand gaat kletsen. Bedenk in je gedachten, in je hoofd, hoe dat eruit ziet. Zie het beeld voor je, hoe dat moet zijn. Dan ben je voorbereid op prestatie. En de kans dat het dan gebeurt, is vele malen groter. Ga vooruit en bloei. Merk je dat je de belangrijke dingen in je leven uitstelt? Heel vaak is dit omdat je niet zeker weet welke stappen je moet nemen om te bereiken wat je ook nastreeft. Of je lijst met andere minder belangrijke, maar belangrijk om te voltooien, to-do's, die neemt altijd de overhand. We hebben een lijst met to-do's, er zitten natuurlijk dingen tussen, maar er zitten ook wat minder belangrijke, maar die moeten wel voltooid worden, want
Nee, je moet eerst hetgene doen wat het belangrijkste is. Dus wat de reden ook is, uitstelgedrag brengt je in een situatie van stilstand, uiteindelijk. Waar je nooit op weg bent naar je bestemming. Wanneer je merkt dat je iets belangrijks in je leven uitstelt, werk dan eerst 20 minuten aan wat het ook is, voordat je met iets anders begint. Dus werk eerst aan je hoofdtaak. Stel niet uit. Die 20 minuten kunnen zelfs worden besteed aan het opstellen van een lijst van wat er moet gebeuren om je doel te bereiken. Dan ben je er toch mee bezig. En het is oké als je het niet allemaal tegelijk kan doen, maar door je toe te leggen op die prioriteit, voordat je iets anders in je dag doet, kom je steeds dichter bij het bereiken en of het voltooien van wat het ook is. Dus doe niets anders totdat je deze belangrijkste 20 minuten hebt geïnvesteerd in je belangrijkste doel. Je zal zien dat het dan ook steeds makkelijker gaat. Neem kleine stapjes naar de top van de berg. Ja, we willen allemaal de meest positieve dingen in het leven aantrekken. De meest ideale relaties, meer rijkdom, meer kennis, de meest uitnodigende omgeving. En waarom zouden we deze dingen niet willen? Nou, hoewel we geen toverstokjes hebben en we morgen niet meteen alles kunnen hebben wat we willen, kunnen we stap voor stap naar die plezierige dingen in het leven toewerken en gaan er weer kleine stapjes nemen. Gooi je jas vandaag niet over de bank, maar berg hem gewoon eens op. Hang hem eens weg. Haal morgen 5 overbodige spullen van je keukentafel of van je bureau, die daar niet thuis horen. Zeg de volgende dag een afspraak af die je niet dichter bij het doel brengt. Werk de volgende dag aan een taak met hoge prioriteit op je lijst en vink die af. Als je met kleine stapjes de berg opgaat, kom je elke dag dichter bij de top. En als je daar aankomt, ja, wat zal dat dan een geweldige dag zijn. Je hebt dan natuurlijk al lang weer een pad klaar liggen om de volgende berg te gaan beklimmen. Hè? Uiteraard. Even samenvattend. Om een succesvol, gelukkig en overvloedig leven te realiseren, zal je moeten organiseren. Nou, met de punten die ik heb besproken en een goede zelfdiscipline, zal dat zeker gaan lukken. Hier zie je de punten nog een keer even in herhaling. Verwijder de keien. Geef alles wat je hebt een adres. Vind jouw piek energietijd. Dus wat is jouw tijd dat je het beste presteert? En daarin moet je ook de meest moeilijke dingen afhandelen. Hè? Dat is altijd het beste. En langzaamaan de dingen afhandelen die steeds makkelijker worden. Dat is het allerbeste. Want ja, je energie die loopt nou eenmaal wat terug. En je concentratie loopt wat terug. Punt 4. Werk niet op een willekeurige mengelmoesmanier. Niet alles door elkaar. Bereid je voor op prestatie, ga vooruit en bloei en neem kleine stapjes van de vallei naar de berg. Dit was het voor deze aflevering van Drinkthee met René, nog niet helemaal op. Volgende week weer een nieuwe aflevering en het onderwerp dat zal ik dan binnenkort wel weer bekendmaken, waarschijnlijk zondag. Wil je mijn verhaal nog eens lezen? Ga dan naar mijn website www.renevandeschraaf.com. Mijn verhaal. Tapje mijn verhaal. Heb je vragen in het algemeen? Of wil je reageren op dit onderwerp? Stuur mij dan gewoon een direct message. Via Facebook of via LinkedIn. Of e-mail naar info@renevandeschraaf.com. info@renevandeschraaf.com. En vond je dit nou interessant? Doe mij dan een plezier en zet een positieve opmerking of een like onder de replay zodra die zometeen online staat. En geef het ook door aan vrienden en bekenden die dit interessant vinden. Elke woensdagavond om 8:30, telkens een nieuw onderwerp, wat ik meestal op zondag bekend maak. Dus tijd genoeg om te kijken van is het wat of is het niks. Nou, en dan hoop ik jullie volgende week weer te zien. Ik wens iedereen een prachtige rest van deze week. Geniet vast komend weekend. Hè. We krijgen het wel weer een beetje koud hoor, het weekend. Het gaat weer een beetje vriezen en zo. Maar goed, dat geeft niet.
En ik hoop jullie volgende week weer te zien. Bedankt voor de aandacht. Graag tot de volgende keer. Ciao.